Dag allemaal, wel leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zeker dat blauwe duimpje omhoog en vergeet je onder zeker niet te abonneren. Ik neem jullie vandaag een dagje mee. Het is al 3:05, maar ik dacht, ik voel me nu pas lekker. Mijn vel was de hele dag misselijk en weet ik het wat. Dus ik dacht, ik neem jullie nu pas mee en nu voel ik me oké. Dus welkom bij een nieuwe video. Ik ga nu mijn fiets ophalen. Ik kreeg net een berichtje dat mijn fiets klaar is. En het kost me gelukkig niet zoveel geld als de vorige keer. De vorige keer kost het best wel duur. Dus ja, maar toen was mijn band echt ook van de binnenkant nek. En nu doet hij dat weer. Yay! Dus dat ga ik even ophalen. Dus let's go. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you. Ik heb een fiets weer en ik heb even een foto gedaan en ik ga thuis. Dus even laten zien wat ik heb. Ik ben weer thuis en ik ben zo blij dat ik mijn fietssleutel en mijn fiets weer terug heb. Echt top. Het huis is gemaakt. Ze hebben een nieuwe band omheen gedaan. Dus helemaal top. Ik heb net ook boodschap gedaan. Ik heb even lekker cola gehaald. Want hier was ik echt aan toe. Dus ja, dat heb ik even gehaald. Deze acai-bol. En ijs. Deze was in de aanbieding. Dus ik dacht, kan wel een keertje. Dus dat heb ik even gekocht. Want ik moet wat meer calorieën binnenkrijgen. Dus we can do this. En mijn benen zijn helemaal kapot. Dus ik ga lekker voor de tv lekker een filmpje kijken. Helemaal prima. En ik merk gewoon aan mijn lichaam dat het echt kapot is. Ook al heb ik vanmiddag heel lang geslapen, I can't. Het is nu ook echt alweer 4:50. Echt ongelooflijk. Dus ja, dat is. Ik ga van allebei een hapje voor jullie nemen. En daarna doe ik het in de vriezer zetten. Het ziet er zo uit. Het is frozen yoghurt, dus het is echt mega gezond. Ik doe even mijn lepeltje afspoelen. En dan gaan we het even testen voor jullie. Het is wel echt heel lekker. Het is letterlijk een smoothie in ijsjesvorm. Maar je wordt wel heel misselijk van. Als je te veel van neemt natuurlijk. Dan hebben we ook dit ijsje. En dit is de peanut butter chocolade crunchy uit Italië. Dit is een opa. Hier ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Het is wel echt heel goed ijs. Je smaakt de pindakaas echt heel sterk. Dus dit is echt super lekker. Maar ook hier moet je niet te veel van nemen. Hey, dit is dus versie caramel. Ik heb net echt lekker een paar uurtjes gechilled op de bank. En ik ga nu lekker douchen, mijn haar wassen. Want ik wil graag mijn haar stijlen vanavond. Dus dat is het plan. Dan kan het ook mooi luchten. Het is nu alweer 6:50. En het is tijd om te gaan douchen. Dus dat ga ik nu lekker even doen. En daarna een beetje mijn kamer opruimen. Want ik wil mijn kamer niet zo achterlaten. En ik moet mijn konijnen ook nog even doen. Dus dat is het plan. En ik wil nog wat dingetjes doen voor de verhuizing. Dus dat is het plan voor deze avond. En natuurlijk tussendoor gewoon lekker even chillen. Dus dat gaan we doen. Smile, as if I could meet your mood.
Hi, ik ben nu bezig met mijn kastjes, want ik ga natuurlijk verhuizen en dan moet ik opruimen. Dus dat ben ik nu maar even aan het doen. Want ik had er ineens energie voor. Ik had er helemaal zin in. Dus ik dacht, we doen dit nu wel even. Ik ga zo wel natuurlijk mijn haar stylen voor morgen. Ik ga een leuk weekendvlogje opnemen. Dus dat is helemaal top. Ik ben ook echt heel blij dat mijn fiets weer is gemaakt. Dus ik ga daar nog even mijn accu eruit halen voor de zekerheid. Want ja, dat vind ik gewoon veel chiller als ik dan even een weekendje weg ga. Maar oké, ik ga nu even wat dingetjes uitzoeken en opzoeken voor mijn Starbucks beker. Ik moet jullie dus even leuk stellen. Ik ga morgen bij de tas slapen. En dan gaan we maandag naar de dierentuin. En morgen hebben we er stilte in. Dus dat is echt super gezellig. Helemaal top. Ik ga even zo mijn accu buiten eruit halen. Mijn haartjes zijn weer een mooie stijl. Ik ga nu lekker even fluffy doen. Want ik heb net een hele tijd bij Annika gezellig gezeten. Dus dat was echt super gezellig. Lekker gekletst. Dus dat is helemaal mooi. Het is nu ook alweer 11:15. En ik ben nog niet moe. Want ik moet tot 12:00 wakker blijven. Want dan is mijn stiefmoeder jarig. Dus dat is mega leuk. Nu zie ik hoeveel dingen hierin zitten. Allemaal spijkers. Maar goed. Ik heb nu rust. Denk ik. Ik ga nog even dat hoekje opruimen. Even vies eten geven. En daarna lekker een filmpje kijken. Op mijn laptop. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. Top. Ik wilde dus nog even wat tegen jullie zeggen. Het is oké om je door heel de dag goed te voelen. Dan weer minder goed. En dan weer goed. Ik heb op dit moment last van meer gedachten over hoe ik mij voel. Dat is heel vervelend. Maar dat hoort gewoon bij het leven. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Dus ik wil zeggen, dat is gewoon helemaal oké. Dat is gewoon normaal. Dat hoort gewoon bij het leven. Dat wilde ik dus even tegen jullie zeggen. En nu ga ik lekker verder met YouTube kijken. Ik wilde dit gewoon even zeggen. Het zat in mijn hoofd. En ik moest even tegen jullie zeggen. En ik zeg het nu. En nu is het weer even uit mijn hoofd. En ik kan daar 's nachts echt van wakker liggen. Dus ik probeer overdag genoeg afleiding te zoeken, zodat ik daar niet meer aan denk. Dus dat is helemaal top. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet je onder niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doeg!